Dames en heren, hartelijk welkom bij het slotsprogramma Voor de Raad Weg. Vandaag hebben we mevrouw Vos uitgenodigd, wethouder in Steenbergen aangesteld. Een beetje kennis maken, want we hebben ze natuurlijk wel een paar keer gezien met de raadsuitzendingen. Maar we willen toch wel iets meer van haar weten. En er zijn wat stukken gepasseerd de afgelopen tijd waarvan we zeggen, nou, daar willen we eens even over praten. Mevrouw Vos, hartelijk welkom. Dank u wel. Ik mag Marijke zeggen, dat is wat leuk natuurlijk als je wat ouder bent dan. Sta je snel boven, hè? Ik waardeer het altijd zeer. Ik ben zelf ook heel makkelijk in titulieren en voornamen. En dat geeft toch altijd een stukje meer binding, vind ik. Los van de binding. Maar het geeft aan dat je het inderdaad op je gemak voelt. Dat is wel fijn, hè? Want ja, veel mensen die als ze voor de camera verschijnen, dan is het toch wel wat lastiger. Marijke, uit Maden afkomstig. Klopt. Ja. Wethouder. Ik ben in Drimmelen in de gemeenteraad ben ik 20 jaar actief geweest. 10 jaar als raadslid en 10 jaar als wethouder. 30 jaar totaal? Nee, 20. 10 jaar raad, 10 jaar college. Ja, dat is weer de nadeel van de leeftijd. Dan tel je niet zo makkelijk meer. Mijn leeftijd hebben we trouwens. Nee, maar wat hebben we gehad? We hebben aangegeven, we willen erover praten. Want een wethouder in de gemeente en dan van buitenaf. Waarom? Dat is de keus geweest van de fractie van D66. Nou ja, door omstandigheden heeft Vincent gekomen, van den Bos moest zich terugtrekken. Er kwam een plek. En ja, dat is allemaal in zo'n snelle, korte periode gegaan. Dat ook hier in de fractie van D66, de partij D66, niemand binnen zijn eigen geleding had op zo'n korte termijn. Die met ervaring die plek ook direct kon invullen. Een relatief jonge en vandaar club, hebben ze ook aan de... aan een landelijke partij D66 gevraagd van, hebben jullie iemand? Zo is de weg geweest. En vandaar, vanuit landelijk ben ik gebeld van, bij jou in de regio is een vacature. Meneer Pechtold heeft u gebeld van, Dat is gedelegeerd. Dus vandaar kreeg ik een telefoontje van, ben jij geïnteresseerd in een wethouderschap in Steenbergen? Ja. Gezien de omstandigheden dus. Ja, het is al de derde keer dat we in vrij korte tijd een wethouder van buitenaf krijgen. Omdat, kennelijk hebben we er niet... genoeg gekwalificeerde mensen zitten in Steenbergen. Nou, dat wil ik niet zit zeggen. Dat verkeerd? Ja, dat zie je echt verkeerd. Ja, het is natuurlijk met name op zo'n korte termijn. Normaal gesproken, als je in de verkiezing, naar de richting de verkiezingen, kijk jij binnen jouw eigen geledingen van welke kandidaten heb ik voor het wethouderschap. Ja. Willen die dat? Dan kunnen die mensen zich ook een beetje voorbereiden. Ook even de koppen geteld van zo'n stemmen. Dat lukt wel. Ja, en je moet je altijd voorbereiden op een wethouderschap. Ja. Elke partij moet dat doen. Daar moet je mensen voor selecteren, daar moet je mensen begeleiden. Je moet ze voorbereiden op dat wethouderschap. Mm-hmm. Maar als natuurlijk van de een op de andere dag iets gebeurt waardoor een wethouder verdwijnt, heb je op de een of andere dag heb je iemand met ervaring direct nodig. Ja, precies. En iemand met die ervaring hadden ze binnen hun eigen geledingen niet. En vandaar dat ze hebben gekeken naar iemand van buitenaf. Nou, de gemeente Drimmen ligt ook in West-Brabant. Westelijk Brabant. Dus in de regio West-Brabant werken we goed samen. Ja. Dus in die zin hebben we wel heel veel gemeenschappelijke kennis. Is er ook een samenwerking was geweest tussen Drimmelen en Steenbergen? Ik heb met Leo Heijmans, toen hij wethouder was, heb ik wel een paar keer samengewerkt. Ja. Ook in de Schouten- en Schepenenrace, Tolen. Samen opgetrokken. Dus ik ben hier een paar keer geweest op het gemeentehuis. Ja. Leo Heijmans, voormalig wethouder ook voor de D66. Ja. Dus wat dat betreft kende ik Steenbergen wel. Ja. Maar meer dan kennen, ik wist waar het lag. Ja, kijk, je had de kaart gezien en zei van daar is het. En binnen de regio was er natuurlijk wel eens over gesproken. Met name over de biobased, over Nieuw Prinsenland. Mm-hmm. En daar was Leo ook echt een goede ambassadeur voor. Ja. En die had het daar geregeld over. Dus in die zin... Ja, dat is wel toevallig. Ik heb dus een paar jaar geleden hadden we op de markt in Steenbergen hadden we dus een ontbijt georganiseerd door alle ondernemers. En daar had ik ook Leo Heijmans met ook een wethouder van buitenaf erbij aan de ontbijttafel. Daar hebben we nog uitgebreid over gesproken. Want hij was verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de A4 en dergelijke. Ja. Hè? En dat was toch ook een vrij lastige klus. Ja. Hè? Dus je komt eigenlijk wel binnen op het moment dat al die zaken al geregeld zijn. Of zeggen, nou, er zijn een aantal zaken die op dit moment liggen te wachten waar ik wat aan moet doen. Nou, er is heel veel geregeld. Ik heb ook, omdat ik natuurlijk niet tot in detail bekend was met wat hier in Steenbergen gebeurde op die vlak, op economisch vlak. Dat is het lastige ervan, denk ik. Je halverwege de tijd erin moet stappen. Dat is lastig, maar het heeft mij ook positief verrast. Ik ben echt onder de indruk geraakt van wat een relatief kleine gemeente als Steenbergen met zijn 23.500 inwoners in totaal. Dat tel je over de mensen, maar niet over de oppervlakte. Hè? Want nee, dat weet ik. Dat is op tweede jaar. Naar Moerdijk, dat weet ik.
Maar met een beperkte ambtelijke capaciteit, want het is allemaal gekoppeld aan het aantal inwoners. Wat ze hier voor elkaar hebben gekregen met de onderhandelingen richting Nieuw Prinsenland, met de A4 extra woningcontingent. En maar ook financieel wat ze eruit gehaald hebben, dat heb ik echt. Was ik min of meer. Mijn mond viel bijna open van positieve verbazing. Zo van, god, wat hebben ze dat goed gedaan. Krijgen we dat nou te horen van iemand die dus altijd in Steenbergen aanwezig was, denk je van, nou ja, dat is een beetje opscheppen. Maar eigenlijk een neutrale vaststelling van zaken over de gang van zaken. Er gebeuren hier prachtige dingen. Het is een hele innovatieve ontwikkeling. Heel die biobase, dat gaat echt, is de economie van de toekomst. Ja. Nou, daar is in Steenbergen zijn ze daar volop mee bezig. Ja. Onlangs ook in het kader van digitalisering in het gemeentehuis. Ja. Behoren we tot de top van Nederland als het gaat over digitalisering op het traject van de WOS, van de basisadministratie. Het is, als je hier één keer meldt als burger bij het loket om een wijziging door te voeren, wordt het gelijk in het hele systeem doorgevoerd. Ja. Zodat je hoeft je maar één keer dat door te geven en dan wordt het gelijk overal veranderd. Ja, ja. Dat is, behoren wij echt tot de top van Nederland. Ja. De gemeente Amsterdam komt hier in Steenbergen vragen van hoe we dat geregeld hebben. Nou, Amsterdam, ja, daar kun je iets bij voorstellen, want daar is het natuurlijk zo verspreid. Maar dat is vaak niet bekend, ook niet bij anderen. En er gebeuren hier, zoals de ambtenaar mij ook vertelde, van we doen het gewoon. Dus niet lullen, maar poetsen. Dat is het motto, denk ik. Bijna Rotterdamse. Ja, Amsterdam, maar ik ben zelf van Rotterdam. Dus dan moeten we het in die richting wel een beetje zoeken. Dus nou is het natuurlijk wel zo dat het is mooi. Hè? Ik mag ook graag achter de computer zitten, zeggen ze. Hier zitten de feiten voor. Tik je even de website in. En dat heb ik afgelopen week eens gedaan. Want er stond een heel leuk artikel in de krant wat je voor elkaar hebt gebracht. Afgelopen raad is dat dus toestemming voor gekomen. Ik denk, ik ga dat eens checken. Want ik heb hier een overzichtje gekregen. Een van de wat meer bekende zaken, denk ik. Afvalstoffenheffing. Ik denk, nou, daar staan leuke bedragen bij. Nu zie ik eens waar ik kwijt ben. Ik ben op de website gaan kijken. Ik kan nergens vinden wat de tarieven zijn. Nou, de huidige tarieven staan gewoon via de afvalwijzer zijn die ter beschikking. Als het gaat over het nieuwe beleid, dat is wel met getallen vermeld, maar sommige getallen waren ook nog op basis van het betaald inleveren van de restfractie. Dus daar heeft het college en vervolgens ook de raad niet voor gekozen. Dus dan krijg je een gemiddeld tarief. En het gemiddeld tarief, zoals het nu berekend is, maar dat zijn nog maar grove aanwijzingen, is gemiddeld 256 per jaar. 256. Voor het systeem waar we nu voor gekozen hebben, het omgekeerd inzamelen. Dus is dat is dat gekoppeld aan huishoudens of is dat gekoppeld aan personen? Ja, aan huishoudens. Huishoudens. Gaat altijd per huishouden. Maar als je dus een huishouden hebt van 3 of 4 personen of één persoons huishoudens die er ook zijn, dan zitten er toch behoorlijke verschillen in die op een gegeven moment. Ik kan me zo voorstellen, één persoons huishouden, een wat iets ouder iemand produceert totaal niet het afval wat je met die massa van 3, 4 personen afwerpt. Dat is wel persoonsgebonden. Dat is afhankelijk toch van. Mijn die heb ik niet kunnen vinden, die persoonsgebonden en die huishoudensgebonden. Nee, het bedrag is per huishouden. Ja? Maar hoe jij met je afval omgaat, dan kan een gezin met meerdere kinderen kan duurzamer, kan beter scheiden. Mm-hmm. Maar ook beter inkopen, want jouw inkoopbedrag is ook bepaalt ook jouw aantal hoeveelheid afval. Als je natuurlijk, daar kan jij al heel goed naar kijken. Je ziet het nou ook al met de plastic zakjes. Ja. He, er gaan geen plastic zakjes worden meer geleverd bij de supermarkt of winkels of waar. Mits je ervoor betaalt. Maar niet met die gratis plastic zakjes. Wat je hoort bij de winkeliers is dat gigantisch teruggelopen is. Dat een besparing is bij hun. Maar dat is ook een besparing dus in de afvalcyclus. Zo zijn er wel meer. En de consument heeft toch wel, vind ik zelf ook wel, een behoorlijke macht. Als de consument aangeeft dat je bepaalde verpakkingen niet meer wil, dan moet je daarvoor staan. Destijds, jaren geleden, dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel, is er een hele actie geweest om fosfaten uit de wasmiddelen te krijgen. Dat kon niet, want dan werd het wasgoed niet meer wit en alle fabrikanten in protest. Ja. Het is toch gebeurd, met name door drang en dwang van de consument. Ja. En uiteindelijk is het gewoon gebeurd
En jouw wasgoed is nog net zo wit en net zo schoon als voor die tijd. Ja, ja. En zo zit het ook met producten. Nou, dat moet nog wel precies vastgesteld worden, denk ik. Maar... Nou ja, de vergelijking. Je gaat er vanuit, hè? Maar ja, er zijn geen klachten over. En dat geldt ook voor jouw inkopen. En daarom zie je in de landen ook steeds ook wel eens van die afvalvrije winkels waar je gewoon weer... Maar het heeft ook weer een nadeel. Want ik heb pas nog in de krant gelezen dat dus fabrikanten druk op zoek zijn naar restfosfaten. Want die willen het water zuiveren, want er is een tekort aan fosfaat. Ja. Hoe kan dat? Ja, daar heb ik niet zo verstand van. Dat moet je maar je ziet op een gegeven moment dat dat soort acties gevolgen heeft. Dat zal best wel weer redelijke andere oorzaken hebben. Dat zal niet aan die wasmiddelen gezeten. Water werd gezuiverd, het fosfaat werd eruit gehaald en die komen uit de wasmiddelen. Dat is, ja, maar er zijn ook andere leveranciers van fosfaten. Dus dat wil ik niet helemaal die wasmiddelen. Maar het gaat mij meer om het systeem van de macht van de consument. Ja. En die wordt te vaak, te weinig... Het is vaak het gedrag van de consument. Want als wij dus... Maar daardoor heb jij macht als consument. Ja. Maar dat moet je wel gemeenschappelijk doen. Ja, maar ook heel bewust. Vaak wordt dus door een prijsverandering is niet zo heel bewust die reden. Daarom is een van de belangrijkste zaken bij het scheiden van afval en ook bij de systematiek van omgekeerd inzamelen, is dat jij veel bewuster wordt wat jij doet. Omgekeerd bewuster inzamelen. Moet je eens even uitleggen, want ik denk dat veel mensen dit gelezen hebben. En als je zoiets voor je neus hebt, dan lees je er makkelijk overheen. Want zijn we omgekeerd inzamelen. Nou ja. Wat moet ik daarvoor voorstellen? Op het moment is het zo dat thuis wordt opgehaald de papierfractie, de GFT-fractie en de restafval. Bij de laagbouw. We hebben allemaal drie bakken. We hebben drie bakken. Nu blijkt dat in het restafval nog heel veel materiaal zit wat eruit gescheiden kan worden, wat grondstoffen zijn. Mm-hmm. Tegenwoordig is afval geen weggooimateriaal, maar dat zijn grondstoffen voor weer andere producten. Nou, die grondstoffen willen wij uit die restafval hebben. Dus wat gaan we doen? We gaan zeggen tegen de mensen straks van, nou, het restafval moet je straks wegbrengen. Mm-hmm. Het plastic, je krijgt de grijze bak wordt een plastic container, die krijg je ook thuis. Dus dat scheidt nou thuis de goede producten, de goede materialen en breng alleen datgene weg. Wat je echt niet meer ergens anders kwijt kan. En dat zijn dan kleine hoeveelheden. Maar doordat je het weg moet brengen, en dus zeg maar ten opzichte van wat je gewend bent, het restafval wegbrengen, het omgekeerd inzamen. Hopen we dat mensen bewuster worden van hoe ze gaat scheiden. Ja. En dat heel veel afval geen afval is, maar grondstof. En die resten die er dan nog overblijven, die wil je dus ondergronds afgaan. Die komen in afval, die kun je dan ondergronds weg. Net als bij de glascontainers, want dat blijft nog wel zo. Ja, maar die staan hoofdzakelijk op het in de Citerijn of op het gemeentewerven. De glascontainers hebben de supermarkten. Ja, staan ook wel gewoon. Ja. Maar gaan daar ook nog van die containers dan onder de grond komen voor? Voor de restafval komen er aparte containers. En zodat een 130 huishoudens op één container gemiddeld genomen. Dat is de verdeelsleutel. Maar we gaan daar nog per wijk van gaan we bestuderen, ambtelijk. Maar we gaan ook met mensen praten van wat is de beste locatie in jouw wijk. Jij kent het beste. Wat voor handicaps komen we dan tegen? En mochten er veel mensen zijn met problemen, met daadwerkelijke problemen, gaan we kijken ook van, hoe kunnen we die problemen oplossen? En terecht, zoals in de raad gezegd werd, je hebt buurten waar misschien de huizen ruim zijn opgegeven, veel ruimte hebben. En daar moet je misschien wel iets minder woningen voor een afvalcontainer dan in een andere wijk waar de huizen heel dicht op elkaar zitten. Een paar uitzendingen geleden hebben we de heer Van Gommeren, hebben we in de uitzending gehad. En die komen uit het buitengebied. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Het buitengebied krijgt voor een container, voor restafval. Krijgt vier bakken dus? Ja, daar hebben ze meestal ook wel plek voor. dat is gebruikbaar van situaties natuurlijk. Maar dat wordt aangeboden, dat kunnen ze, en dat wordt één keer per maand opgehaald. Maar ze krijgen ook een pasje, want iedereen krijgt straks een pasje om het afval in die container te gooien, in de ondergrondse container. Het buitengebied krijgt ook een pasje voor die ondergrondse container. Je ziet toch heel vaak dat... Als ze het mee naar de stad brengen en dan ergens Als ze boodschappen doen. Dus ze hebben dan die keus tussen en... maar goed, het gaat dan over een relatief beperkte groep in het buitengebied. Ja. Maar we proberen door goede communicatie en een communicatie met een grote C... Ja. Proberen we mensen meer bewust te maken. We hebben hier natuurlijk het ultimum in communicatie. Als je zegt van daar is de camera en van zeg daar maar in hoe je het graag wil hebben. Dat betreft ben ik blij dat ik nu hier kan zitten. Ja. Donderdag is dat beleid aangenomen. Dus we gaan nu, omdat we nu ook echt de raad heeft gezegd van daar gaan we voor.
kunnen we ook vanuit het gemeentehuis de daadwerkelijke acties in gang zetten. En dan daar zal iedereen hier in gemeente Steenbergen de komende tijd veel meer van horen. Dus ik hoop ook op reacties. Dus er zijn misschien ook best hele goede tips vanuit de inwoners. Die wij graag meenemen. Ja, maar hoe kunnen ze dat dan kwijt? Want er is toch een klein beetje barrière. Want als je iets wil hebben, dan loop je het gemeentehuis binnen. Je moet eerst een kwartiertje met dat apparaat stoemelen om je juiste afdeling te vinden. En ik kan me zo voorstellen dat er wat jongere mensen, die doen het achterloos, maar wat iets ouderen die zeggen, ja, wat gebeurt me hier nou weer? Ja. Zo met het verkeerde knop en dan sta je bij de babyafdeling om aan aangifte te doen. Als je je vuil wil storten, dat loopt hopeloos door elkaar af en toe. Ja, dat snap niet goed doet. Ik zou adviseren om, als je ideeën hebt, of schrijf het even op. Ja. De dorpsraden zijn natuurlijk ook een prachtig medium waar we veel meer in contact zijn. Steenberg en die stadsraad, hè? Stadsraad en dorpsraden. Ja. Dat is een goed medium die precies ons ook heel goed weten te vinden. Dus dat is ook voor de inwoners. Direct contact. Ja, de inwoners kunnen daar altijd terecht met hun ideeën. En we gaan natuurlijk een schema uitbrengen van waar we op welk moment zijn voor die wijktafelgesprekken. We hebben nu nog 2 jaar te gaan met de weerverkiezingen. Denk dan om dan eventueel als kandidaat. Overigens, dat gaat bijna niet. Je kan niet op een lijst komen te staan in onze gemeente, denk ik. Hè? Afgezien van het feit dat een wethouder niet op een lijst hoeft te staan. Ja, maar die moet voortgebracht worden uit een wethouder. Een wethouder hoeft kan niet... Kan aangetrokken worden, blijkt dus. Ja, nee, maar ook intern hoeft vanuit Steenbergen zelf hoeft een wethouder niet op de lijst te staan. Want je hebt wethouders, kandidaten, die alleen maar voor het wethouderschap gaan en niet voor een raadslidmaatschap. Ja, dus dat sinds dat dualisme, wat ik een goed systeem vind, is dat gescheiden. Is dat mooi gescheiden, ja. En, maar goed, ik heb met de D66, de partij D66 in Steenbergen afgesproken dat dit voor 2 jaar is, tot de verkiezingen van 18. En dat dan iemand in die tussentijd iemand vanuit een eigen geleden... Eigen kweek, naar voren zien inderdaad. Ja, want dan komt het conflict om de hoek van in de gemeente wonen. Als je na 2 jaar nog zou blijven. Nu krijg je per jaar dus compensatie. Ja. Nee, ik ga ervan uit op die basis ben ik ook aangetrokken dat het voor 2 jaar is. En dan daarom is het ook zo gekozen dat ik ook niet hier hoef te wonen. Het is ook niet uniek, het gebeurt zoveel tegenwoordig. Ja, het is bijna en het is best moeilijk ook voor partijen om capabele mensen soms aan te trekken als wethouder. Ja. Dus ik denk dat je daar ook dat af en toe wel wat soepel mee om moet gaan. Je ziet het, je had het in de gemeente Werkendam ook. Er is 6 jaar een wethouder geweest en die woonde op de rand. Die woonde in de gemeente Geertruidenberg in Raamsdonksveer. Maar hij is toch 6 jaar wethouder geweest in Werkendam. Ja. Ook vanwege zijn kwaliteiten. Dus dat is belangrijk, ja. Nou, we hebben er pas recent ook meegemaakt dat een van de raadsleden van Dinteloord, van het CDA, die is 100 meter buiten de gemeentegrens gaan wonen. En is toch af moeten treden. Bij raadsleden is het zeer strikt. Raadsleden moeten uit de gemeente komen. Ja. Maar omdat je natuurlijk in het kader van dualisme het college geen raadslid meer is. Ja. En door dualisme erbuiten staat, kun je van buitenaf. En dan kun je ook, heb je ook de keuze om, mocht je dat niet in eigen geledingen hebben, om kwaliteit om te binnenhalen. Kwaliteit aan te trekken, oké. Ja. Fijn te weten dat je nog minimaal 2 jaar blijft. He, want dat is precies het eind van de rit zo'n beetje. Plus een paar maanden misschien. Ja, ik kreeg het tot mei 2018 zo ongeveer. Ja, oké, misschien dat als de coalitievorming wat langer duurt. Dan gaat vast wel vlot in Steenbergen. Dan, ik hoop dat we in die periode af en toe nog eens een keertje uit mogen nodigen om zaken waar ik dan niet begrijp hoe het zit, uit te komen leggen. Dat ook de mensen thuis die het lezen en zien, dan zeggen dat is een uitleg waar ik wat aan heb. En dan kunnen we daar eens mee doen. Graag, die uitnodiging neem ik alvast graag aan. Goed zo, dat staat genoteerd. Dank u wel. Dames en heren, dit was het voor vandaag. Graag tot de volgende keer.